dit mooi of is dit niet mooi? Dat doet me denken aan Peter Pan, als je dat verhaal kent. Moet eens kijken hoe die mensen die wonen op gigantisch mooie planeten. Het beweegt ook allemaal. Leuk, hè? Ja, ik heb het hier niet makkelijk, dat zie je wel. Ik moet de helft van de dag in het donker doorbrengen. Maar zonder flauwekul. Dit is fantastisch, toch? Dat mensen dit op deze manier kunnen bouwen. En het vervuilt ook nooit. Volgens mij, als je hier één keer geweest bent, dan moet je vaker. En dat is de kracht van de Efteling, denk ik. Dat het mensen aan zich bindt. Nou Henk, fantastisch, hè? Ja. Dit is tenminste een kamer waar je wat aan hebt. Ja. Volgens mij vond hij het. Ja, je weet bijna van tevoren wat je gebeurt. En dat duurt 30 tellen en dan heeft het je toch te pakken. Je gaat echt helemaal vergazen hier, hè? Ja. Dat is zo mooi. Ik heb me de techniek uit laten leggen. Dus rationeel ben ik volstrekt op de hoogte van wat hier aan de hand is. En dan denk je dat het invloed heeft op je beleving en dat is niet zo. Want je gaat zitten en je zit je helemaal af omdat je bang bent dat je valt. Terwijl je zeker weet dat je niet op je hoofd staat. Je laat je bewust belazeren, hè? Dat is waar. Dus, het is fantastisch dat mensen in staat zijn om dingen te bouwen die zo diep in je verbeeldingen gaan dat je denkt dat het echt is. Ja. Volgens mij is dat ook een van de aantrekkelijke dingen van een park als de Efteling. Is het een kinderpark? Nee, het is geen kinderpark. Maar het is wel een park waar mensen zich weer kind gaan voelen. En dat is heel wat anders. Ja, hoe oud voelt u zich nu als u hier rondloopt? Zou ik zeggen, een jaar of 45 jonger dan dat ik ben. Ik ben 54. Meneer Vos loopt stage bij u. Is hij een goede stagiaire? Hij is een goede stagiaire. Hij luistert goed. Hij praat ook goed. Die combinatie die slaat hier aan. Wat wij in ieder geval van belang vinden is dat hij nou eens op een hele andere wijze kennis maakt met een onderdeel van een bedrijfstak die in de politiek, naar ons oordeel, in ieder geval nog te weinig belangstelling heeft gekregen. En wij gaan ervan uit dat zo'n kennismaking, zo'n intensieve kennismaking, daartoe bijdraagt om dat beeld te verbeteren. Zal ik je maar vertellen wat ik echt mis hier in de Efteling? Uh-huh. Dat vind ik ook echt een gemis. Dat is een haringkar. Henk, ik bied jou een vaste betrekking aan als chef van het aanstaande haringkar. Ik zou je vertellen, volgens mij is dat een goudmijn hier, als je hier een haringkar neerzet. Dat weet ik niet. Ja, vast maar, en zeker. Maar er is er nog één. Waar dan? Hier is er. Waar dan? Merci. Ja. Zeg, wat zet u om? Bedankt. Nou, dan heb je er staat een haringkar. Heb je hem een haringje heen? Dan heb je hem zo ontzettend weggestopt. Staat hij er nu? Ja, echt, ja. Nou, dan gaan we nu haring eten. Gaan we nu haring eten. Top. Paarhuis. Ja. Jongens, dit is heel gezond. En als het niet gezond zou zijn, was het even goed lekker. Ik ben er wel voor dat we haring in vervolg op doktersrecept gaan eten. Dan krijg je namelijk je geld wat ziekenfonds. Doe je dat? Lekker hoor, hè. Hoppa. Meneer Vos, u bent voorzitter van de Kamercommissie Economische Zaken. Ja. Wat doet u stage lopend bij de Efteling? Ja, veel mensen denken dat dit een aardigheidje is, maar dit is een hele volwassen bedrijfstak met een moordende concurrentie. En waar ik me al vrij lang voor interesseer, dat is hoe deze bedrijfstak beter in staat is om zich als een soort van één geheel op de toeristische markt internationaal te presenteren. Maar het wordt een van de belangrijkste industrieën in de toekomst die we in Nederland zullen hebben. Kijk, ik denk dat als het gaat om de vraag of mensen serieus met hun vak bezig zijn, dat die vragen zijn voldoende mate beantwoord. Maar als je je afvraagt of men elkaar gevonden heeft, zoals dat bijvoorbeeld in andere bedrijfstakken plaatsvindt, hè? Nederland distributieland, dat is wereldwijd bekend. Transporteurs, dat zijn wij. Hebben veel energie in dat imago gestoken. Hebben veel minder energie gestoken in Nederland toerismeland. Terwijl de omzet in die beide bedrijfstakken bijna gelijk is. Er wordt in toerisme en recreatie bijna 40 miljard gulden per jaar omgezet. En ik denk als je in staat bent om je naar buiten als de BV Nederland Toerismeland te presenteren, dat je dan ook in staat bent om zeg maar de omzet in die bedrijfstak
om die te verhogen van, nou, in 15 jaar, ik denk van 40 naar 60 miljard gulden. Er zijn nu al 286.000 mensen die hun brood verdienen in dit vak. Toerisme en recreatie. Dat zouden er over 15 jaar wel eens 400.000 kunnen zijn. Ik ben blij dat het een beetje vochtig is hier, want we hebben een droge zomer, weet je. Bent u nou dingen tegengekomen waarvan u echt het bestaan niet wist en van u denkt van nou, dit moet ik eens een keertje aan de orde stellen in de Tweede Kamer? Nee, nou dat niet zeer, maar je hebt wel discussies over dingen waarvan je wist dat ze wel bestonden en die steeds meer actueel worden. Zoals? Nou, de problematiek van de BTW. Kijk, er zijn een aantal parken die je kan vergelijken met de Efteling. En een aantal belangrijke die liggen over de grens, op rijafstand. Ja, Euro Disney. Euro Disney is daar een hele grote bij. Euro Disney heeft van de Franse regering zeg maar een soort van tax holiday. Als het gaat om de BTW, die betalen nul. Hier wordt 17,5% betaald. En dat is natuurlijk een belangrijke aanslag op de concurrentiepositie die je hebt. Dus zou je moeten kijken met elkaar of je in staat bent om dat BTW-niveau van 17,5% naar 6% te brengen. Dan kom je dus veel dichter in de buurt van wat er over de grens gebeurt. En dat heeft dezelfde tijd dan ook zijn positieve invloed op de positie van een park als de Efteling. Je hebt er nooit zo'n inspannende stage gehad. Ja! Hallo! Papier! Hier! Wat zou u in de bek van Hollebolle Gijs willen gooien wat in de kamer gebeurt, wat u nooit meer zou willen zien? Nou, bergen papier, dat kan ik je wel vertellen. Bergen papier. Als mijn medewerkster iedere morgen met een Albert Heijn korfje naar de postkamer moet bij wijze van spreken om de post te halen, dan kan je er rustig van uitgaan dat er veel papier bij zit wat eigenlijk niet gelezen wordt. En wat zou Hollebolle Gijs in kan? Absoluut. En er is zelfs papier bij wat hij waarschijnlijk niet eens wil hebben. Dank u wel. Dat bedoel ik dus. Dank u wel.